Waarin we Mats Jonker zien, geheel opgeleefd in het zuiden. Hij scoorde de Deen al 10 keer, is daarmee topscorer van Roda JC. Dan gaan we naar de basisspelers van Heracles. Daar vinden we, terwijl we Bas Dost zien de topscorer, we zien de Terhorst in de basisopstelling staan. Hij vervangt Kwanza en Bas Dost heeft ook 10 doelpunten gemaakt. Hij is de topscorer van Heracles. Vanuit Kerkrade horen we Jeroen Elshoff. Hallo hier. Van de bal gezet door Venovic. Everton glijdt wat weg, zoals veel spelers in de openingsfase van de wedstrijd wegglijden op het veld in Kerkrade. Dat glad is dus. Piekenhagen glijdt ook weg. En dan loopt dat maar net goed af. Venovic. Slordig Venovic. Waar Roda nu gebruik van kan maken met Jansen. De hoek is wat lastig. En dus wil hij er langs. Geen overtreding, zegt scheidsrechter Vink. Jansen durft het niet aan om in één keer te schieten. Dat zal vooral Venovic prettig vinden. Hij ging in de fout. Met dat balverlies op het middenveld. Aan de andere kant, Douglas. Voorzet is gevaarlijk omdat hij over Titon heen dreigt te gaan. En dus heeft Titon alle moeite van de wereld om nog in te grijpen. En moet hij dat bekopen met pijn aan de rug na een botsing met de paal. Hoekschop Heracles. En het is raak bij de eerste paal. Everton met het hoofd 1-0. Vroeg in de wedstrijd staat Heracles voor. En waar hij zojuist dus nog redde, is hij nu kansloos. Op die kopbal van de kleine Everton. Hij doet het handig bij de eerste paal, Everton. Het is natuurlijk beroerd verdedigd, want dit mag niet gebeuren. Maar het gebeurt toch. Zijn 7e van het seizoen. En een opsteker voor Heracles, vroeg in de wedstrijd dus. Het spel van Heracles ziet er verzorgder uit, zit meer rust in. En Roda heeft het moeilijk in eigen huis in het eerste deel van deze wedstrijd. Breukers. Dan moet Heracles Roda niet gaan helpen met Jonker. Jonker glijdt ook weg en dat kost hem een kans. Want een doelpoging komt er zo dus niet. Piekenhagen. Dorst verlengt. Kruiswijk terug naar Titon. Oh, Titon, wat doe je nou? Het loopt nog goed af. Maar Heracles komt met Douglas en dan is het nu helemaal een goede afloop. Maar die merkwaardige situatie met Titon. 25 minuten heeft hij het volgehouden. De Loge viel tegen AZ ook al geblesseerd uit. En ook nu gaat het niet met de middenvelder van Roda. De Belg wordt gewisseld voor Jule Matondo. En is daar behoorlijk ziek van. Kwartier nog in de eerste helft. Waar Roda aanvalt. Maar weinig creëert. Misschien nu. Jonker gaat de ronde door. En een blessure dan bij Heracles. Van der Linden blijft liggen. Ja, daar deelt Jonker toch een behoorlijke tik uit. Met de rechterarm. En Jonker heeft geluk dat Vink dat kennelijk niet heeft gezien. Ruim een minuut nog in de extra tijd van de eerste helft. Sijs. Wil te veel en dan kan Douglas nog bijna overnemen. Maar Kruiswijk is alert. Hadouir. Het wordt de laatste kans voor Roda in de eerste helft. Hadouir met Breukers. Hadouir en Piekenhagen met een fraaie redding. Hij wordt onderweg nog even vastgepakt. Zet door. Mooi schot. Maar de redding van Piekenhagen mag er ook zijn. De foul. De Jong. Bal moet toch een keer goed vallen, zou je zeggen, voor Roda. Waar Heracles ook in de tweede helft loert op een countermoment. Hadouir. De Jong. Van der Linden en Jonker langs Piekenhagen, maar de hoek is te moeilijk.
En dus krijgt hij de bal niet tussen de palen. Hadouier. De Jong. De Jong. Een individuele actie van de linksback. Jonker. Mooie aanname. Hij had natuurlijk kunnen klaarleggen, maar Yulu Matondo met een omhaal is ook een oplossing. Roda heeft geen geluk in de afwerking. Vrij gedaan door Yulu Matondo. Hadouier in de 63ste minuut. Met een zwakke bal. De Jong. Hadouier krijgt een herkansing. Wat onverwachts toch nog. Hadouier doet het zelf. En nu dan Yulu Matondo. Piekenhagen. Hoe is het mogelijk? Roda krijgt de ballen niet in. Het lijkt Heracles vorige week wel. Roda heeft tal van hoekschoppen gehad. Het wordt tijd dat er ook een keer wat uitkomt. Hadouier. De foul. Yulu Matondo. Appel voor Hens. Maar Vink wil van niets weten. Maartens komt daar toch goed weg. Want voor hetzelfde geld legt een andere scheidsrechter die bal wel op de stip. En hier komt de volgende aanval van Roda. Sijs. Weer richting Jonker. Die er weer niet aankomt. Nou, de foul dan. De foul. En dan is het raak. Het is verdiend. En de aanvoerder van Roda doet het. 1-1. Hij moet er helemaal mee voor naar voren komen. Davy de Vouw. Het kon natuurlijk niet uitblijven. Roda valt aan, krijgt kansen. En nu is het eindelijk raak. Opluchting bij Van Veldhoven. De Jong. Mooie opening op Hadouier. Hadouier. Langs Breukers. En een strafschop. Strafschop voor Roda. Overtreding Breukers. Hadouier is bij tijd en wijle niet te stoppen vanavond. Ook hier niet. Alleen maar via deze overtreding. En de bal terecht op de stip. Hij wil het zelf afmaken. Hadouier. In de 83ste minuut. Hadouier. Oh! Zo heeft Roda de hele wedstrijd toch enorme kansen laten liggen op meer. En dit is de grootste kans van allemaal. Frustratie omdat Hadouier overschiet. Dorst, Overtoom. En daar is Armenteros. Titon voorkomt dat Roda toch nog met lege handen komt te staan. Jonker. 88ste minuut. Soetsuin. Yulu Matondo. Nog altijd. Yulu Matondo. Maar dan. Daar komt De Jong. En het is raak. Marcel De Jong. Doet wat Armenteros aan de andere kant niet deed. Scoren. En gezien de verhouding in de tweede helft kan je dit toch wel verdiend noemen. Yulu Matondo lijkt zich vast te lopen. Maar doet dit natuurlijk uitstekend. De Jong hard geschoten door de benen van Piekenhagen. En op de valreep toch de voorsprong voor Roda JC. De extra tijd zit er bijna op bij deze vrije trap van Venovic. Piekenhagen ook weer mee naar voren. Maartens. Het doel is leeg, maar het hoeft niet meer. Het eindsignaal van Vink. Vreugde bij de spelers van Roda. Het is een zwaar bevochten overwinning. Maar het is wel een verdiende zegen voor de ploeg van Harm van Veldhoven. En kijk naar de ontlading. Want ze hebben er keihard voor moeten knokken bij Roda. Dit keer wint Van Veldhoven dus van Verbeek.